FC Volendam TV wordt mede mogelijk gemaakt door HSB Bouw Volendam. Wim Jonk, 7-1. Ik neem aan dat jij hebt genoten. Nou ja, als je naar zo'n uitslag kijkt en naar de doelpunten die je maakt, dan heb je wel genoten hier. Maar er zijn ook heel veel momenten in de wedstrijd dat ik niet heb genoten. Ja, en dat mag ons eigenlijk niet overkomen. En dat is wel een stuk waar we echt wel veel volwassener in moeten worden. Zeker als je dan kijkt naar het gedeelte na de rust, hoe we de kleedkamer uitkomen. En eigenlijk binnen 2 minuten kan een tegenstander 2 goals maken. Ja, dat is ongepast. Ja, je geeft dan veel kansen weg. Hoe verklaar je dat? Ja, vraag het maar. Gewoon een bepaalde scherpte ontbreekt dan. Tweede ballen niet winnen. Ballen, ja, en te makkelijk mensen uit je rug laten lopen. Ja, dan vraag je om problemen. Wat leren jullie nou zo uit zo'n wedstrijd? Nou ja, wat je leert is dat je, als wij gewoon onze dingen doen en gewoon op de juiste momenten terugsluiten, op de juiste momenten weer de druk erop opzetten, securig zijn aan de bal, nou ja, al dat soort trainerscretologie, ja, dan zijn wij gewoon een goede ploeg. Maar we zijn ook kwetsbaar op het moment dat we te makkelijk de ruimtes te groot laten worden. Nou, en dat heb je de afgelopen week ook gezien tegen een jong AZ of jong PSV. En ook vanavond weer krijgt een tegenstander gewoon te veel kans. Ja, tegen betere teams ga je daar punten verliezen. Je scoort er eens 5, dan 6, nu 7. Volgende week 8. Nou, dat zou wel mooi zijn, maar dat is natuurlijk niet realistisch. Kijk, laten wij maar gewoon maakt dat we elke wedstrijd gewoon 10, 12 kansen creëren. En dat geeft altijd aan dat wij hebben genoeg spelers die een goal kunnen maken. Dus ja, daar moeten we ook volgende week van kunnen profiteren.